Ja, Rune, we zijn hier in Dartshop Madhouse. Hier werd het wekelijkse dinsdag toernooi gespeeld. Je hebt de finale gehaald, helaas niet gewonnen. Nee, ik kwam 4-2 voor en dan begon Cedric alles te gooien. Niks aan te doen. Geen zenuwen? Nee, meestal niet. Nee, want je speelt nu hier, maar je hebt afgelopen weekend op het jeugd-WK gespeeld. Daar won je van de vieze regerend wereldkampioen Nathan Geer van. Ja, won ik 5-1. Was wel een mooie overwinning, vond ik, voor mezelf. Ja, maar wat verwachtte je van tevoren zelf van het jeugd-WK? Ik dacht gewoon van, ik ga mijn eigen spel spelen, niks moet, alles mag. Ja, want we kennen je nog niet zo heel goed. Je hebt wel laatst jeugdtoernooi gewonnen in België bij de WDF. Vertel, wat ben je voor speler? Ik ben een rustige speler, vind ik zelf. Als het niet goed gaat, kan ik wel wat frustrerend zijn, maar ik ben redelijk bescheiden ook. Ja, want je bent 16 jaar. Laten we niet te snel gaan, maar wanneer zou je bijvoorbeeld een tourkaart willen of op het WK staan? Ik denk toch op mijn 18e. Ja, over 2 jaar. Dan ga je er ook volledig voor. Je gaat nu nog niet naar Q-School. Nee, pas als ik 18 ben ga ik echt effectief naar Q-School gaan. Ja, want je wordt nu wel gezien als een van de grootste Belgische talenten. Het Belgische dart is ook echt booming. Voel je veel druk of niet? Soms toch redelijk wat, ja. 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 En hoe ga je daar dan mee om? Ja, het is moeilijk om te zeggen hoe ik er mee omga. Dat is alle keren anders. Ene keer voel je dat echt wel en dan sta ik ook te beven, maar andere keer gooi ik gewoon los. Ja, op dit toernooi speelde ook bijvoorbeeld een Brian Raman die gewoon een tourkaart heeft. Je speelde dan vandaag niet tegen hem, maar durf je wel al van dat soort jongens te winnen? Ja, ja, eigenlijk echt wel. Ja, iemand die ook op het jeugd-WK speelde en zelfs de finale haalde, staat achter je een soort van op het scherm, Gian van Veen. Ja, vertel, wat vind je van hem? Wat voor darter is hij? Het is een hele toffe jongen, ook een heel bescheiden jongen. Je kan er alles tegen zeggen, je kan er echt veel mee lachen en zo. Ja. Ja, ken je hem een beetje? Ja, ik praat regelmatig mee op de development tour. Hij is echt een toffe jongen. En hij lijkt denk ik ook wel een beetje op jou. Hij is best wel bescheiden, jij denk ook wel? Ja, toch redelijk, ja. Wat vind je dan van een Luke Litter? Die is bijvoorbeeld heel anders, die is heel erg uitgesproken. Ja, ik persoonlijk vind het zelf ook een toffe jongen, maar ik denk echt wel dat je hem moet kennen om hem binnen te laten. Want je snapt dat ik hem bijvoorbeeld arrogant over vind komen? Dat snap ik, ja, want hij komt ook zo'n beetje over. Maar ja, het zijn er nog redelijk wat die gewoon toffe jongens zijn, die dan arrogant overkomen. Ja, dan tot slot wil ik dan nog een voorspelling. Gian van Veen of Luke Littler in de finale, het is nog ver? Ik hoop Gian en ik denk het ook, ja. Dus die gaat jeugdwereldkampioen worden? Ja. En wanneer word jij dat? Hopelijk volgend jaar. Ja, ja. Vond jij deze video leuk en wil je als eerste op de hoogte zijn van nieuwe video's? Abonneer dan op het kanaal van 433 Darts.